Na het optiegesprek wordt het bouwnummer van jouw voorkeur voor je gereserveerd. Dit geeft je de tijd om een zorgvuldige keuze te maken over het huis en je alvast te verdiepen in de financiën en eventueel de verkoop van je huidige woning. Heb je vragen? Stel ze dan vooral aan onze nieuwbouwmakelaar. Uiterlijk aan het eind van de optieperiode maak je je keuze en geef je deze door aan de nieuwbouwmakelaar. Ga je ervoor, dan wordt de koop- en aannemingsovereenkomst opgemaakt en wordt er een afspraak ingepland om deze te tekenen.